Okay. Hoi, we gaan vandaag ijs maken. Toch wel ijs. Met dobbelen en merengue. En we hebben hier chocoladebatons. En dan gaan we verkruimelen. Je hebt er twee in je hand. Kijk, het zijn hele lekkere koekjes. En doe je dat. 3, 2, 1. Dat is leuk. Yeah. Oké, we hebben verkruimelde koekjes in een bol. We hebben slagroom. Hoeveel milliliter? 250 milliliter. En het zit al in een knopje. Dan hebben we niks. Er gaat geen cijfer doorheen. Oké, okay, dit is een soort van Toblerone. Ik kan ook gewoon normaal Toblerone kopen, maar dit is anders. Maar niet uit. Ja, maar niet uit. En die ga ik nu stijgen. Slagroom is stijf. Ziet er zo uit. Dan spul ik er bijna achter de camera en zo. Daar ga ik het weer zo. Zo is dat goed, hè? Ik ga de slagroom bij de koekjes doen. En het doorrollen. En ik snij ondertussen gezet. De pannenlikker is ook een mooi langs de kant. Probeer je me een hint te geven? Ja. Volgens mij heb ik dat van jou, hè? Dat je ook heel slecht bent in toekijken op anderen doen, terwijl je zelf beter weet hoe het moet. We gaan een heel kookreceptenboek opnemen. Een kookreceptenboek? Nee, een kookreceptenfilmpjes. Oh ja. 3. Sorry, ik heb er waar zelf. Dat is veel. Oké, ik roer het er nu doorheen. En dit ziet er best wel lekker uit. En dit ziet er nu zo uit. En de chocola is klaar. Het moet niet te fijn, want het is wel lekker als je het nog een beetje proeft. Ja. Oké, we doen het er nu ook bij. Wil jij roeren? Want het is leuk. Ja? Ja. Okay. En het roeren we ook doorheen. Lukt. Ja. Dan nemen we in de tussentijd een cakeblik. De objecten worden me allemaal aangegeven. Oké, we hebben hier een cakeblik. En aluminiumfolie. En dan gaat hij heel gauw stuk, dus je moet heel voorzichtig erin duwen. Nou gaat hij heel gauw stuk, dus je moet heel voorzichtig erin duwen. Ondertussen gaan de overbodige attributen worden weggehaald. Netjes op. Ook allemaal achter de camera, niemand ziet het gebeuren. Wij zijn rustig aan het koken. En dan storten wij het mengsel. En dan storten wij het mengsel in het blik. Laat het zien. Het is lekker. Je kan ook trouwens gewoon merengues nemen. Oeh, door. Ik weet niet of je dit kan kopen. Oh, je kan het bij de Jumbo kopen. Oké. En ik heb zin om het achter te doen. Oké, we storten het in een blik. Ah! Oh nee! Jongen. Oh nee! Zorg dat je het niet aan de zijkant eruit gooit. Dat zou heel erg zonde zijn. We gaan het nu proeven. Want je wil natuurlijk wel even alvast eten te bakken. Heel lekker. We gaan dit verder doen, vrouwen. We moeten een paar uur in de vriezer. En dan heb je ijs. Doei. Doei.